Ik sta hier met Ingrid van Engelshoven, minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap. En heeft u al kans gehad om de nieuwe code te lezen? Hij wordt vanmiddag hier aan mij aangeboden. Maar meestal doen ze het dan wel zo dat ik hem iets van tevoren kan lezen, zodat ik er ook iets van kan vinden meteen. Ik vind het een hele goede code. Juist ook omdat hij bedoeld is niet als een afvinklijstje, maar als een levende code. Waarover je continu met elkaar in gesprek bent en waarover je ook steeds nadenkt van hoe passen we hem hier toe? Doen we dat nou goed? Wat mij vooral opvalt in de code is dat het ook eigenlijk de vraag is aan vertrouwen aan de sector. Wat de sector met de code doet is zeggen van nou, als wij het op deze manier doen, als wij zorgen dat wij continu het gesprek met elkaar hebben over doen wij de goede dingen en doen wij de dingen die wij moeten doen goed, geef ons dan het vertrouwen. En de code is ook echt ingezet als een hulpmiddel om dat vertrouwen te geven. Kunt u misschien een voorbeeld geven van waar u ziet dat het belangrijk is, waar we dat kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld daar waar zo'n code ook regelt dat binnen een instelling in de culturele sector echt checks en balances zijn. Dat er altijd goed gekeken wordt van kijkt er iemand met ons mee? Hebben wij onze interne controle goed op orde? En dat maakt het leven voor mij als minister een stuk eenvoudiger. Want dan is er zoveel wat ik kan overlaten en is er zoveel vertrouwen wat ik kan geven. Het is iets wat de sector zelf heeft bedacht, zelf heeft opgeschreven. En dat is zoveel krachtiger dan een regeling die van boven komt. En daarom ben ik heel blij dat die code er is.